Allereerste kijkers, welkom bij deze nieuwe video. Maar eerst wil ik jullie eventjes dit laten zien. Gisteren had ik een video gemaakt met Michel de FIFA Loterij. Het staat een aflevering van die serie op zijn kanaal. Op mijn kanaal is het fout gegaan. Ik had namelijk mijn audio verprutst en ik had ook nog wel andere dingen verprutst. Maar ik had hem nog wel eventjes gediscard. Hier zie je dus dat ik gewoon dik heb verloren. En je ziet hier dat ik hem discard. Maar, dus daar komt hij dan. Ah, dat is verschrikkelijk. Hij is weg. Maar nu over naar de video zelf, een nieuwe aflevering van Budgetbeesten. Ik was weer een nieuw team aan het maken en ik kwam wederom tegen een fenomenale speler tijdens een van mijn nieuwe squads. Wederom is het hier zo. Als jullie het graag willen zien, laat ik graag het team om hem heen zien. Het is een heel leuk team, ik heb er een aantal wedstrijden mee gespeeld. Bijna allemaal eigenlijk al gewonnen op eentje na. Dus als je het wil zien, laat weten in de comments. Deze keer is de spits Giovanni Dos Santos. Je zou denken van waarom gebruik ik in godsnaam hem? Nou, hij heeft misschien het beste finesse shot, het beste geplaatste schot wat ik ooit heb gezien. Het is echt fenomenaal. High low work rate, linksbenig, 4-sterren skills, 4-sterren weak foot en 17 doelpunten in 10 wedstrijden. En hij speelt in een 2-spits formatie, dus dat is denk ik wel genoeg. Je ziet denk ik ook wel aan de gameplay dat ik hem gewoon heel fijn vind spelen. Zijn dribbling is echt heel erg goed. Daar komt bij dat hij ook echt heel erg behendig is. Met zijn 4-sterren skills skillt hij heel erg fijn. Hij is enorm snel. Ik heb verschillende cams gesteld geprobeerd. Maar ik vind Hak denk ik toch het allerfijnste op hem. Want dan is zijn pace beter. Zijn shooting is nog beter. En zijn physical is dan zowaar goed dat hij een paar kopgoals van mij heeft gescoord. Maar als je op de markt kijkt, je kan hem voor rond de 1,5k eigenlijk wel kopen. Hij is echt totaal niet duur. Dus je kan hem als een soort goedkope optie in de BBVA gebruiken. Gezien er zoveel talentvolle spelers zitten in de BBVA. Vooral spitsen. Ik bedoel Griezmann in vorm. Je kan hem in de vorm van Benzema gebruiken. Je kan Suarez gebruiken. Messi, noem maar op. Maar die goedkope en minstens goede optie is van mij Giovanni Dos Santos. Maar dit is het einde van de video, jongens. Ik hoop dat je hem leuk vond. Vergeet ik niet een like achter te laten, want dat helpt me enorm. Je kan abonneren als je het niet gedaan hebt. Je kan op Twitter. Links zal in de beschrijving staan. En dan tot de volgende video, jongens. Later.